De ondersteuningstoelage van 1000 SRD die de regering aan de actieve ambtenaren geeft, is voor een periode van een jaar. Minister Armand Achai-Bersing van Financiën en Planning legt uit dat deze ondersteuningstoelage niet wordt meegenomen bij de berekening van de pensioenpremie en de SZF-bijdrage. Het bedrag dat van deze toelage wordt overgehouden is afhankelijk van het huidig bruto inkomen. Hoe hoger het inkomen, hoe minder er netto overblijft. Minimaal houdt een ambtenaar netto 580 SRD over van deze toelage. Het bedrag van 1000, dan wel 750, is belastbaar. Het wordt bij het loon opgeteld en daar wordt de belasting over berekend. Maar de heffingskorting die door de lagere lonen niet volledig gebruikt kan worden, dat komt nu beter tot zijn recht. Omdat de lagere lonen opgetrokken worden en tot een bedrag van 3.628 door het mechanisme van de heffingskorting wordt geen belasting betaald. Dus lonen, inclusief dus deze ondersteuningstoelage, tot 3.628 betalen geen belasting. Omdat de heffingskorting van 750 gecontinueerd wordt en door die groep volledig gebruikt kan worden als aftrekpost op de belastingen. De bewindsman gaat verder aan dat de regering gaat zoeken naar een sociaal akkoord met de vakbonden en het bedrijfsleven. Minister Achai-Bersing meent dat deze stap ook is gemaakt om het belastingssysteem grondig te herzien. En u weet dat wij voornemen zijn om de belasting toegevoegde waarde, BTW, per 1 juli 2022 in te voeren. Dat zijn we aan het voorbereiden. Maar ik praat over dus het overhalen van het compleet belastingssysteem. En daar is BTW een onderdeel van, want een ander deel is de aanpassing van de belastingsschijven. Wij gaan meer bestedingsruimte creëren. Het reële inkomen zal toenemen en de besteding zal worden belast. En ik heb ook begrepen dat gevraagd is om naar andere modellen behalve BTW te kijken, sales tax. Dat hebben we ook in bestudering. En we gaan het beste model wat past voor Suriname gaan we kiezen. Maar we zijn nu nog op het spoor van BTW, maar sales tax hebben we ook in bestudering. Dus het hele belastingssysteem zal aangepast worden, gemoderniseerd worden. En wanneer deze ondersteuning afloopt, dan zullen we dat nieuwe stelsel inzetten. Minister Armand Achai-Bersing van Financiën en Planning. De ondersteuningstoelage wordt gefinancierd vanuit de begroting en niet uit leningen. De eerste uitbetalingen worden eind deze maand gedaan.